Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt en door... Bien! As you can see, the thing is on there. En ik moet zeggen dat ik best wel tevreden ben met het resultaat. Ik heb er natuurlijk nog wel wat plekjes waarvan je zegt, ja, dat had net iets netter gekund. Ik zou zeggen, we gaan de laatste sticker erop plakken, dames en heren. Althans, tot zover, want ik weet niet zeker wat ik voor de rest eigenlijk nog op wil plakken. En dat is natuurlijk de Maxi S. En jullie hadden in de comments gezet, want ik zei eigenlijk, ik wil de S weghalen. Toen zijn jullie in de reacties van die S, die kan ook voor Scrambler staan. En dat vind ik een hele goeie, want het is natuurlijk de Poeg Maxi Scrambler. Dus ja, we laten de S er gewoon op, mensen. Ik ga hem gewoon plakken met S. Schuin, maar niet te schuin. Ja, dit is krijtendik. En uiteindelijk is het maar dit aan sticker. Zie je? Dat goud om de rand heen, dat is er niet. Dat is eigenlijk alleen maar gewoon voor de show van de sticker zelf. Ik pak precies dit stukje, ga ik hier ophouden. En dan wil ik dit ook precies weer houden aan hier. En dan wil ik hem plakken. Zodat hij dus precies gelijk komt ook aan de andere kant. En dan is dit hoe ik hem wil. Letterlijk het enige negatieve hieraan is dat de sticker mat is en ja, de tank natuurlijk glans omdat de rest ook glans is. Dat is het enige jammer eraan. Kijk, boom. Dit is al 10 keer mooier qua look. Of look. Qua hoek. Nou, mensen, dit is wel vet hoor. Kijk, je kan even zeggen wat je wil en je kan natuurlijk ook gewoon totaal dit hele design al niks vinden, maar dit is wel echt gewoon een scramblertje nu. En ja, eigenlijk naar precies zoals ik hem wou. Tering vet. Ja, we zijn dus ook weer terug bij CR Classics. En dit is waarschijnlijk qua bult de laatste aflevering van de Poeg Maxi Scrambler. Damn. Bijna onder elke video die ik niet upload waarbij de titel zegt Poeg Maxi Scrambler, krijg ik de reacties wanneer weer een Poeg video. En ja, dit is waarschijnlijk qua bult sowieso... Ja, dit is qua bult sowieso de laatste aflevering. Mede om niet alleen het feit dat... Ja, eigenlijk ook gewoon scooters klaar zijn. Ik heb hier de uitlaatwrap liggen. We wrappen dit gewoon. Ja, ik ga het blok eronder uithalen. Dat trouwens eerst. En dan vervolgens staat de bedrading er doorheen. Dan staat dat weer aangesloten. Dan pak ik van de plank daar of van de muur af een uitlaatpakking voor deze. Die dusdanig dik is dat die afsluit. Want nu zit die er trouwens ook niet vast onder hoor. Even kijken. Ja, het spanbordje vonden jullie niks. Want dat was te modern en daar ben ik het mee eens. Dus die zit er eigenlijk nu gewoon helemaal niet op. Geeft hem eigenlijk ook wel een beetje een grove look. Om, ja, in plaats van dat we nog een spanbordje toevoegen. I don't know. Ik moet even de gashendel aansluiten weer. Ketting eroverheen en voortandwiel heb ik allemaal klaar liggen. Dus dat gaat erop. En dan denk ik dat als ik hem aangetrapt krijg met wat benzine. Dat we eens gaan kijken hoe die er rijdt. Of die überhaupt rijdt. Oh ja, en ik moet eigenlijk zelf nog eventjes gaan bepalen, slash kiezen, slash weet ik veel, waar we nu eigenlijk een snelheidsmeter op gaan zetten. Want ja, dit is wel mooi en clean zo. En dat is eigenlijk waarom, waarom ik het gevoel heb van weet je, ik kan het misschien beter zo laten zitten dan dat ik er nog een blok hier heb zitten met snelheidsmeter en bla bla bla. Ja, tegelijk, we hebben het wel liggen, dus misschien dat ik het alsnog wel opbouw. Maar dat moeten we even zien. Daarnaast zit ik natuurlijk wel met het feit dat wanneer ik het blok er natuurlijk onderuit heb, dat de hele fiets zegt, joppatee. Dus ik denk dat ik de fiets van de tafel af moet halen. Terwijl die nu echt gewoon zijn totale gewicht heeft. Dus dat is super. Not. Ja. Nee, maar het is niet. Ik ga iets heel loms doen. Ja? Ja, ik ga iets heel loms doen. Wil je niet trauma maken? Nee. Oh. Moet ik even helpen? Of gewoon? Dat was op meteen.
die staat. Dus ja, het blok moet sowieso eronder uit. En als die dan op de tafel staat, dan zal die denk ik wel om je zijn. Waarom? Nou, omdat het middenblok vast zit aan het blok. Oh, dus ja. Als het blok weg is, dan... Ja, ja. Dan ben ik de lul. Dan ben ik de lul, ja. Ja, waar is die knipperlicht van? Ja. Nee, maar wat ik net zei tegen opa, Thomas, ik moet even met Kok bespreken hoe we bepaalde dingen in de verkoop gaan gooien. Dus hou het kanaal ook in de gaten, want benzinetanken zoals dat, zadels, spandborden, al dat soort stuff, dat gaat allemaal te koop zijn bij Kok. Dus blijf up-to-date, abonneer, druk op de bel en dan hoor je binnenkort meer. Tada! Oh ja, daarnaast mensen, ik wil nog misschien één ding aanpassen. Mede omdat dat een idee was voordat ik dit hele project echt maar, zeg maar in elkaar ging zetten en toen dacht, ja, nou heb ik het eigenlijk niet gedaan. Zal ik dit hele blok, gezien die ook drie verschillende kleuren metaal heeft en chroom, zwart spuiten, exclusief carburateur en exclusief poeglogo en dan het poeglogo goud. Zal ik dat doen? Zet het in de comments, ja of nee. Of ik zet dan een poll in beeld bij de i. Kom nu in beeld. Ah, fuck. Oké, dus, dames en heren. Ik heb even de draden dus er doorheen getrokken. Hier zitten nu dus geel en zwart voor massa en de lichtspoel. Dan hebben we hier blauw en wit. Dit is voor mij... Voor zover ik weet gewoon hetzelfde als voorwit, dus verlichting. En blauw is voor mij remlicht. Dat is hoe ik het heb ingedeeld. En die zitten er nu allemaal weer doorheen. Vraag je je misschien af, hoe heb je dat gedaan? Nou, heel simpel. Een buitenkabel van bijvoorbeeld een gaskabel, een koppelingskabel, is net wat stijver. Dus als je er dan doorheen trekt, krijg je hem redelijk recht er doorheen in plaats van dat hij gaat kronkelen in iets. Waardoor je hem dus best wel makkelijk hier erin kan steken. En dan met een paar keer voelen, kijk, is die er al. Easy. Dus op die manier gewoon een kwestie van bijvoorbeeld je bedrading eraan vast, tailleerrippen of met een tapeje, dwars er doorheen, huppatee, klaar. Dus blok kan er weer onder. Ja, oké. 1, 2 en 3. En één handje eronder. Schuift men den motorblok in den frame en duw ik direct mijn bedrading weg. Wacht even. Hallo, come in. Yes. No. Yes. And now I put boutje for you. Come on. Tada. Unieke mensen, CA Classics, je weet het. Heel uniek. Kijk, en weet je wat het nou is? Nu sta ik hier dus met die tanktop en dan denk ik, oké, als ik hem er nu opdraai en hij zit vast, dan ben ik echt de lul. Hij sluit er helemaal niet af. Oh. Nice, found it. Toppie. Ja, en als je dus echt iets unieks nodig hebt mensen, dus zoals deze Simpson tankdop, want in Nederland vind je ze niet snel, CA Classics.
Die scherp, we weten het niet. Want mijn camera, die deugt niet. Yo, mafketels. Oh nee, wacht. Dit is gewoon een vervolg van de video. Het is voor mij alleen de volgende dag. En ik heb trouwens de oude polo weer uit de kast getrokken toen ik hier stage liep. Dus, dames en heren, wij hebben in de tussentijd de tankdop enigszins hersteld. Net genoeg, naar mijn mening. Tankdop kan erop. En de buddy kan weer op slot. Dan rest ons nog maar één ding. En dat is de laatste bedrading. Dus, deze bedrading moet even aangesloten worden op deze witte. En ik heb ook nog een massa, ja, ik kan het zeggen, moet ik er drie hebben. En ik heb hier ook nog een blauwe hangen, die moet ik enigszins verlengen. Maar dat is niet zo moeilijk, want ik heb gewoon van thuis de boel meegenomen. Ik heb de blauwe bedrading meegenomen. En ik heb deze vriendjes weer meegenomen, die we kunnen verhitten. En dan verlengen we hem gewoon keurig met blauw. Let's go! En dat is de andere kant. En dan moet ik nou alleen eventjes aan iemand gaan vragen voor een aansteker, want ik rook niet. En dan was het heel makkelijk geweest, maar we moeten dat boeltje natuurlijk even gaan verhitten, zodat we de boel aan elkaar kunnen solderen, wou ik zeggen. En natuurlijk rook ik wel op een manier, want de enige manier hoe ik rook is tweetakt. Be right back. Zo. Nou, dan zou je zeggen, dit moet eigenlijk al doorstroming geven, natuurlijk. Dat doet het ook, maar... gaat er overheen. Hey. Nice, hè? Easy. Dus nou, die is klaar. Dus, ja, wij gaan de maxi vullen. En, ja. Eindelijk met... de Triboron, zoals beloofd. En ja, dat heeft echt even geduurd. Voordeel is dus dat dit een mixture is van 1 op 100. En het is dus niet een heel groot flesje, maar 1 op 100. Dus je kunt er twee keer zo lang mee doen. Hier hebben wij een mengbeker, maatbeker. En daar hebben wij 5 liter in getankt zitten. 1 op 100, dus 5 liter. 1 op 100 is maar 50 centiliter. Dus dat is de helft van dit. Oh, dat is echt super. Ja, that's great. Dat is dus dit. Ongeveer. Denk ik. Ja, jawel. Ja, jawel. Niet deze pakken, hè. De bovenste van die twee. Ja, jawel toch? Dus. Oké, Stijn, misschien had je dat iets minder vast moeten doen. Overigens, de enige keer dat dit ding heeft gelopen was natuurlijk ook wel met Triboron. Oh ja, en de ketting zit eromheen. Ingevet en wel, by the way. Dus, hij is af. Holy moly, hij is gewoon af. Hoe ver ik hem wil af hebben, voor het simpele feit dat er nu niks anders meer kan worden toegevoegd dan ja, de keuze om alsnog de snelheidsmeter erop te zetten. Alleen dat zorgt er een beetje voor dat het design wat minder clean is. De keuze om hierin nog even tussen toch een bakje te maken voor een contactslot. Wat zijn er nog meer voor kleine details? Ja, het voorspatbord. Nu is de keuze gemaakt, ook door de comments, door jullie eigenlijk, om er geen voorspatbord op te doen voor het simpele feit dat het dan weer een red look geeft. Of we doen dus zo'n heel kort spatbordje er toch nog onder plaatsen, hier onder het T-stuk. Ja, en de ketting zit er omheen. Dan vraag je je natuurlijk af, start die ook? Ik weet nog niet hoe de benzinekraan moet staan. Maar
Oh, ik heb dit de vorige keer precies andersom gedaan. Ik heb dit heel even geprobeerd, natuurlijk. Even kijken, lukt dit zo? Met links. Dus, dat werkt wel. Super vet. En hoe easy zo'n ding start is niet normaal. Terwijl de uitlaat nu serieus afsluit, er 70 cc op zit. Ja, alles is echt fucking dicht. Dus ja. Maar goed, dat, ja, easy, top, mooi. Ik denk dat er nog maar één ding ons te wachten staat. En dat is een wegtest. Let's go. Ik denk dat ik dit toch even film. Want hè, mij kennende, je weet het maar nooit. Dus ik heb niet echt een vrije baan daar al voor me neus. Nice. Een racingpoeg. Een looppoeg. Ja, dames en heren, dit was hem dan, de bult. Op naar de volgende. Nogmaals super, super bedankt naar Poegshop en CA Classics. Abonneer voor de volgende en later.